We zijn erg blij dat Suriname dit initiatief heeft genomen. Want grensoverschrijdende criminaliteit en internationale criminele netwerken is echt een probleem waar al onze landen mee geconfronteerd worden. Niet alleen hier in de regio, maar ook verder Noord-Amerika, Europa. En u weet, het Koninkrijk der Nederlanden is in Europa, maar zit ook hier. En daarom ben ik ook heel blij dat de delegaties uit Curaçao hier aanwezig zijn en uit Aruba hier aanwezig zijn. Want het is een probleem wat we alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen tackelen. Oké, tot zover. Zou je een statement kunnen geven wat tot nu toe behandeld is tijdens de conferentie? We hebben een belangrijke introductie gehoord van de president natuurlijk, president Santokki. De minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, heeft de introductie gegeven. Verschillende collega's van andere landen hebben een uiteenzetting gegeven van wat ze als de belangrijkste bedreigingen zien. En we gaan straks, deze middag en morgenochtend, gaan we in 3 werkgroepen verder om concreet te onderzoeken hoe we echt de samenwerking op dit terrein, dit belangrijke terrein, handen en voeten kunnen gaan geven, zodat we in de toekomst beter met elkaar kunnen samenwerken om dit op te pakken. De impact die het moet gaan hebben, en ik weet ook zeker dat dat die zal hebben, is dat we beter met elkaar overleggen, dat we beter met elkaar onze acties afstemmen. En het grote voordeel van een meeting zoals dit is, alle betrokken mensen die dus in de verschillende landen verantwoordelijk zijn voor security en crime combating, et cetera, drugs trafficking, dat te bestrijden, die zitten hier rond de tafel met elkaar. Dus niet alleen tijdens de meeting zelf is het belangrijk naar elkaar te luisteren, maar wat ook heel belangrijk is, dat je dus in de breakouts met elkaar eens eventjes bilateraal kunt overleggen, afspraken kunt maken. Dat is echt de toegevoegde waarde van een bijeenkomst zoals deze.